Top, ik in deze video. Mijn naam is Wesley van Westboy1999. En we gaan vandaag weer napraten over de wedstrijd van zojuist. De wedstrijd tegen FC Utrecht. 3-1 gewonnen. En uh, ja, het kan gewoon niet meer fout gaan. Feyenoord wordt gewoon kampioen. Dat kan gewoon niet meer misgaan. We hebben de wedstrijd um, goed gespeeld tegen Utrecht. Utrecht, Utrecht, Utrecht heeft maar één kans op doel gaan buiten het doelpunt om dan. Maar da daarnaast hebben ze geen kansen gehad. Um, ja... Vaandag nu nog een week rust, want het bekerfinale is nu het weekend. En na volgend week tegen Excelsior, kunnen wij kampioen worden. En dan gaat het, het kampioenslied komen wat ik gemaakt heb. Want ik heb een kampioenslied al klaarstaan. Wij zijn Blij heet dat nummer. Dat is op de melodie van Blijf bij mij van, uh, van Rutschekot en Paul Leeuw. Volgens mij. Wordt dus opnieuw ingezongen door mij en Rudy. En die heet dan blij, uh, Wij zijn Blij. Dus ik zou zeggen, houd het in de gaten. Maar wat een wedstrijd was dit. Vaandag gelijk, goed uit de startblokken: 1-0, 2-0, 3-0. De supporters riepen al, kampioen, Feyenoord kampioen, kampioenen. En uh, iedereen was heel erg ja, blij op het veld. Natuurlijk waren iedereen blij op het veld. Mijn man van de wedstrijd um, was eigenlijk toch, ja, iedereen, elke Feyenoorder deed het goed. En wat ik ook mooi vond, dat de supporters van Feyenoord riepen, Jensie, we worden kampioen. En uh, ja, natuurlijk Jens is altijd een van de, toch wel een van de, de spelers die het meest goed lag bij de Feyenoord supporters toen hij bij Feyenoord speelde. En nog steeds natuurlijk. Hij uh, was een van, een van mijn favoriete spelers toen uh, uh, Berghuis uh, Berg vertrok. Flauw grap. Na Ajax. Tongsten ja, was sowieso ook mijn favoriete speler. En toen is hij naar Utrecht gegaan. Ook wel terecht, want er kwamen heel veel middenvelders toen. Wiever kwam onder andere. En uh, voor hem was er gewoon geen plaats meer in de herberg. In, in het elftal. En hij is toen weggegaan. Maar goed, uh, vast en zeker. Dat kan ik nu wel al zeggen. Tegen Excelsior. Maar ja, in 2007 ging het ook fout. Hè. Ik dacht het, toen dachten we dat we van Excelsior zouden winnen. Toen we verloren we uiteindelijk met 3-0. Toen uiteindelijk thuis tegen Herakles wonnen we. Maar ik heb er nu gewoon een goed gevoel bij tegen Excelsior. Dat we gaan kunnen winnen. Maar ja, ik vond elke speler op het veld de beste eigenlijk vandaag. Dus ik heb niet echt een man van de wedstrijd. Um, ja, misschien Gimenez die zich weer goed liet zien vandaag. Ook Simanski. Eigenlijk zie je iedereen eigenlijk. En uh, ja... Laat het we weten wat jullie van de wedstrijd vonden. Laat die onder weten in de reacties. Zeg het me even kijken in deze video. Volgende week even geen wedstrijd na een aflevering of een voorspelling. Of jullie, worden, of, jullie, of jullie willen dat ik de wedstrijd... Of jullie willen dat Of jullie willen dat ik na ga praten over de finale. Maar dat zie ik ook niet erg zitten. Ik ga gewoon lekker een weekje rust houden met de voorspellingen. En de, de wedstrijd na aflevering. En dan gaan we volkralen tegen Excelsior. En dan gaat, als Fijn het kampioen wordt op die dag. Gaat ook op die dag al het kampioenslied komen. Dus houd het in de gaten hier op dit kanaal. Over twee weken. Dan is dus die wedstrijd Excelsior-Feyenoord. En dan gaan we het zien. Bedankt voor het kijken. En dan zeg ik zoals Peter Houpen altijd zegt. Doei doei!